in deel 3 de hagelnieuwe Kia Sportage. Ik ga langs bij Volvo voor het laatste nieuws en de Mini Countryman. Hyundai heeft de iX35 de wereld ingeschoten en daar kan dochter Kia natuurlijk niet achterblijven. Dit is de gloednieuwe Sportage. Een auto die op dezelfde techniek, dezelfde onderstel staat als die iX35, dus ook dezelfde motoren, etc. Is langer en tegelijkertijd lichter geworden dan zijn voorganger. Je zou je bijna afvragen waar de Golf GTI nog voor nodig is als je deze Polo GTI ziet. 180 pk en die heerlijke DSG-bak, dat moet maar goed komen. Eén ding is zeker, de Ching-Chong GTI gaat er exact hetzelfde uitzien als de Polo GTI, want hij wordt hier exact gemeten. Hoezo, in het Verre Oosten wordt niks meer gekopieerd. En als het niet zozeer snel hoeft, maar wel stoer, pak dan de Cross Polo. Ik moet even wat recht zetten, want in het eerste videoverslag van vandaag zei ik dat dit de nieuwe Jeep Grand Cherokee was. Ik heb meteen een telefoontje vanuit Hoofddorp van Stefan. Dit is de oude man. Het is modeljaar 2010. En hij stond heel pontificaal hier op een draaiplateau met een mooie meid erbij. Sorry, dit is de oude nog. De nieuwe komt nog. Dat meisje is overigens weg. Die zal wel een boterham pindakaas zijn gaan eten. Oké, hij stond ook al in Detroit, maar toen hij daar het podium op werd gereden, stond mijn vliegtuig naar huis alweer warm te draaien. Dus ik moet toch nog even langs bij de nieuwe Ford Focus. En dit is dan het grote nieuws uit Zweden, de nieuwe Volvo S60. Compleet nieuw, een prachtige rankgetekende auto. Ziet er eigenlijk veel kleiner en lichter uit dan die is. Ook interieur heel rustig, het typische IKEA-achtige Zweedse gevoel. Ziet er gewoon helemaal prachtig uit. Augustus komt hij naar Nederland. En hier kan ik wel echt trots van worden als Nederlander. Oranje doet me niks, Olympische Spelen doet me niks, maar spijker, moet je toch eens kijken wat een waanzinnig ding. Je zou het kitsch kunnen noemen, maar bullshit. Het is gewoon fantastisch, het is zo bijzonder allemaal. Dit is exclusief. Dit is de Aileron Cabrio. Langer dan de oude spijker die we kenden, waardoor je ook een automaat mee kan krijgen. Een ZF-automaat. Productie halverwege dit jaar. Dit is nog een prototype, maar doe mij maar. Eindelijk is hij er. Ze hebben ontzettend lang zitten teasen bij Mini. Ja, marketing hebben ze daar wel begrepen, maar de Countryman is on the road. Ik hoop dat hij goed vast zit eigenlijk. Nou, van binnen zul je nou geen seconde twijfelen over de afkomst van deze auto. Het is gewoon ja, de Mini zoals we hem kennen. Hartstikke leuk natuurlijk, maar niet apart of zo.
tot zover deel 3. Dat gaat hier achter mij de montagetafel op. Maar blijf hangen, want ik ga meteen door met deel 4.